van de bijkans 11.000 leerlingen van het gewoon lager onderwijs, GLO, die aan de toets hebben deelgenomen, heeft ruim 52% de eindstreep behaald. Nikeri staat aan kop met bijkans 68% geslaagden voor het MULO, gevolgd door Komowijnen en Saramaka. Paramaribo staat op de vierde plaats met ruim 57% geslaagden. Onze nieuwsdienst was vanmorgen te gast op de HPG Latourschool. Deze school heeft 3/6 klassen met een totaal van 57 leerlingen. Hiervan zijn er 20 geslaagd voor het MULO en 10 voor het LBO. De spanning was af te lezen van de gezichten toen de uitslag bekendgemaakt werd. Daarna was het juichen voor degenen die het hebben gehaald en huilen voor zij die het niet hebben gehaald. Het onderhoofd van de school, Sandra Roosburg, verklaart trots dat HPG Latour voor het eerst in de geschiedenis van de school een go-glower heeft afgeleverd. Zij richtte zich daarna streng tot de ouders. Maar de ouderparticipatie was echt niet wat het wezen moet. We hadden meer uit die ouders willen halen, we hadden ze meer zien, we hadden meer contact met ze hebben. Maar ja, het is niet gebeurd. De leerkrachten van de 6e klas, ze hebben heel hard gewerkt. Op zo'n moment kwamen ze op kantoor en ze wisten gewoon niet meer wat te doen. Juf, wat moeten we doen? We hebben alles uitgelegd, die repetities zijn gemaakt, de cijfers zijn hier, maar die cijfers zijn niet mooi. Juf, wat moeten we nog meer doen? Hoe moeten we nog meer trekken aan de kinderen? Echt waar. Ze zaten soms echt met de handen in het haar. En dat wil ik meegeven, gedurende het jaar hebben we kinderen gehad waarbij we dachten van meegens, hoe verder met zo'n kind? Soms moesten de ouders in een maand 3-4 keren komen naar school. Sommigen moesten zelf een briefje krijgen voor rust thuis. Sommige kinderen hebben de leraar zo dan liever zuur gemaakt, gebrutaliseerd. Ja, de dames waren soms zijn einde raad. Dan zeg ik, ook al ben je afgewezen, echt waar. We willen die romslam van het afgelopen schooljaar niet meer hebben. Dus die kinderen van jou weet, mijn gedrag was echt niet mooi. Toch? Vraag ik beleefd dat de oudsten hier zijn, dat deze kinderen, als ze het resultaat hebben, niet geslaagd, echt een andere school zoeken. Je hebt 63 punten gehaald. Dat wil zeggen, je hebt je goed voorbereid op de toets. Ja, mevrouw, ik had het goed bereid. Welk vak vond je het makkelijkst? Misa, rekenen, redactiecijferen en dingen. Je hebt net alles goed gewerkt. Ja, mevrouw. Je had een goed gevoel. Ja, mevrouw. Wat ga je nu doen? Dus nu ga ik een andere school zoeken. Die echt dichtbij is bij mij. Welke school ga je? In de school bij Houtuin. Ja, mevrouw. Het is wel ver van je. Ja, want dit is ook een beetje ver. Waar woon jij? Ik ben Dijkveld. Nou, wat zeg je tegen de andere leerlingen die ook geslaagd zijn, ook zij die het niet hebben gehaald? Ik feliciteer die anderen ook die geslaagd zijn en weten hun best te doen. Zoals het onderhoofd heeft gezegd, zijn dus lopend. We hebben ons ingezet. De kinderen van hun zijde ook, op hun manier. Maar is net wat u al eerder heeft gehoord, de ouderparticipatie was echt niet heel. Heel weinig van de kant van de ouders uit. Want kijk, in een examenklas hebben die kinderen het stimulans ook uit van de kant van de ouders nodig. Je komt naar school, je vrouw geeft van haar zijde, maar thuis moet er ook iets gedaan worden. Maar als we terugblikken, kan ik toch zeggen dat ik tevreden ben. Ik ben tevreden. Esther Aljani, juf van klasse 6A, die de go-glower Erjan Martosomito heeft afgeleverd. Naast Erjan zijn de bestgeslaagden van de school Precioso Aljani en Sora Tanis. Zij zijn samen met de andere geslaagden in de bloemetjes gezet. Alle geslaagden hebben een cadeautje van de school ontvangen.